Vergeet Wikipedia. Op dit moment is er een online encyclopedie over Nijmegen in ontwikkeling die beter moet worden. Nijmegenaren met kennis over een bepaald aspect van de stad worden opgeroepen om een bijdrage te leveren. We zijn de encyclopedie ENCI. ENCI is een encyclopedie die bestaat sinds 1946 en stond voor de eerste Nederlands systematisch ingerichte encyclopedie. Het is een encyclopedie die enkele jaren geleden nieuw leven in is geblazen door mijzelf en Paul Ahlen, internetondernemer. Dit gebeurt in korte, bondige artikelen en het schrijversbestand bestaat inmiddels uit duizenden auteurs die zorgen voor jaarlijks meer dan 2,5 miljoen unieke bezoekers. Ja, we zijn gestart met een teamfunctionaliteit waarbij het ook mogelijk is om met een groep te schrijven. Dit hebben we allereerst geïntroduceerd voor de stad Nijmegen. Hierbij is het mogelijk voor elke inwoner van Nijmegen, maar ook iedereen die buiten Nijmegen woont, om zijn kennis en expertise op het gebied van Nijmegen te delen, zodat we eigenlijk samen bouwen aan een online naslagwerk. Verschillende personen en Nijmegenaren hebben eigenlijk al een bijdrage geleverd. Ook de Radboud Universiteit, maar ook zijn we bezig met het benaderen van bedrijven die op die manier een bedrijf willen omschrijven of bekende gebouwen waar ze eigenlijk aan meegeholpen hebben. Wat we eigenlijk zien is dat op een Wikipedia bijvoorbeeld een 460 artikelen over Nijmegen staan. Ons lijkt het heel mooi om dat aantal voorbij te streven. Als je kijkt naar het aantal ambtenaren dat in Nijmegen werkzaam is, dan heb je het over 1400 ambtenaren. Als iedereen daarvan één artikel schrijft, dan zou je al een encyclopedie hebben die groter is dan op Wikipedia. De encyclopedie wordt heel goed gevonden via Google. Voornamelijk als er gezocht wordt op wat is of wat is de betekenis van in combinatie met een begrip. Daarnaast is de encyclopedie vrij toegankelijk via ensi.nl/Nijmegen. We'll be right back.